Laatste loodjes? Ja, inderdaad, hè, voordat die de hens in gaat. Alle stookvergunningen, evenementenvergunningen. En er zijn regels met betrekking tot de afstand van het publiek tot aan het paasuur. En de locatie, daar zitten heel veel regels aan. En allemaal in het kader van de veiligheid. Is het allemaal nog goed op te brengen voor jullie om je daar steeds aan te voldoen? Ja, het wordt wel steeds meer werk inderdaad. En dan hoor ik bijvoorbeeld de Westelingen zeggen, ja, dat de paasvuren niet meer zouden kunnen. Nou, Rotterdam ligt dagelijks, ja, onder de rook van het botlek. Laten ze daar nou eerst alles eens aan doen. En als dat allemaal geregeld is, laten ze dan eens hier naar het oosten komen om eens te kijken naar die prachtige mooie paasvuren.